Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik eentje op als centraal bij metro. Geen ik mijn brandnemer, geen ik dan beneden, dan kom bij het jaar. Dit is vanaf vlog 3. Natuurlijk mensen. Dit is lijn 1 richting Den Haag Centraal. Nou, we zijn net toch voor. Die is al weg. Kijk, de lijn 1 richting de Akkers. Lijn dicht, ook als juist. En oh ja, ik zou wat vertellen mensen. Maandag 9 januari komt de verbouwing. Wordt er iets gebouwd aan metrostation op Rotterdam Zuid. Dat is de nieuwste metrolijn komt op die eraan komt is lijn F, G en H. Voor Rotterdam Zuid. Dat is weer nieuw, want 9 januari gaan ze er beginnen voor de station bouwen voor Rotterdam Zuid. Dus even nieuw. Gaan ze ook even testrit doen. Er komt de nieuwste metro in Rotterdam. Niet deze, maar ook die niet van net die weg is. Want deze ding is al oud. Die rijdt heel lang. En Randstad er al, denk ik ook. Die van lijn 1 reed heel lang. Zal ik het goed zeggen? Ja. Maar ze blijven nog gelukkig, precies nog gelukkig rijden. Want deze lijn D. Volgens mij wordt deze meter, volgens mij, denk ik niet meer ingebruikt, denk ik. Als ik het goed zeg. Misschien. Volgens mij wel. Want deze dan. Rijdt er geen meterlijn D, niet meer tot en met Rotterdam Centraal, maar wel tot en met Pijnakker Zuid. Ik heb even gekeken op Google dat die tot en met Pijnakker Zuid is, rijdt. Dat is even nieuw. Volgens mij is dat niet met deze metro, volgens mij is dat met de Randstad, als ik het goed zeg. En dat is. Ja, dat wordt wel gaaf was, voelt het dan zijn. En mensen, we zijn bijna 200 abonnees. Komt hier abonnees, lekker mensen bezig, lekker bezig. We hebben ook de 44.000 weergaven, heb ik lekker gehaald. We gaan lekker steeds door. Om 100, om hoe zeg je dat, 50.000 te halen, gaan we steeds hoger. Weergaven in totaal te halen, dan zijn we echt lekker snel. Goed, mensen, lekker bezig. Steeds, ik help jullie. Ik heb jullie. Een van mijn sponsors, ik heb van eentje van sporters heb ik allemaal op mijn kanaal gezet in de link. Kun je ze abonneren? Kun je me volg me ook op TikTok en Instagram en natuurlijk Discord. Ik heb Discord servers. Kun je me gewoon volgen op Discord servers als ik live ga. En dat dus. Kijk hoor, dit is met gelijk tegen de akkers. Oh, deze gaat al weg. Want dat ding zat al 0 minuten. Als ik het goed zeg, ja. 0 minuten. Gaat die mensen. Beter alleen tegen de akkers. Was even zo snel vergassen. En die gaat hij even remmen. Hier staat een bordje, Rotterdam Centraal, hier ook. Oh nee, ja, maar ik heb hier al niet vandaag gevonden. Dit is de tunnel. Kijk, dit was de. Hier heet de metrolijn E voor het opening. Hier was het al. Daar zo. Een stukje. Was het afgesloten, een beetje dicht, midden. Kon een, daar was het ook nog perron. Daar kon je er gewoon in uitstappen. Daar zo bij die tunnel.
was voor de opening. En toen rijdt de metrolijn 1 hier zo. Voor opening. Voor de eerste Randstad Rail-Poort Amsterdam Centraal. Sinds vanaf 2010. En ja, dat is. En zo ga je naar Lombe. Blijdorp. Ja, Blijdorp en Milagdonweg. Maaiersplein, dat is een heen airport. En de volgende is dat. Oh, Berkel Westpolder. Toch? Is het goed? Nee. Is de Rode Reis. Berkel Westpolder. Rode Reis ligt in Berkel en Rode Reis. Heb je daar, hoe zeg je dat? Daar heb je hoge snelheidstrein van ICD richting Amsterdam Centraal. Intercity Thalys en Eurostar naar Amsterdam Centraal. En Thalys richting Parijs Noord. En Intercity naar tot Rotterdam Centraal. En je hebt ook IC Brussel naar Brussel Z-Midi. En Eurostar naar Londen. Dus dat is bij Berkel en Rode Reis. Dat eigenlijk bij die plek heet eigenlijk bij hoogsnelheid zijn. Dan ga je helemaal een stukje verder rijden. En dan ben je bij Bergshoek. Heet Bergshoek. Zoiets. Hier is meterlijn D richting de slinger. En ik ga wat nog filmpjes laten zien mensen. Ik loop even met je mee. Ik ga wat met je. Ik heb mijn loop mee wat laten zien. Hier heb je een soort van bordje kaartje. De regio van Rotterdam. Kijk, hier zo zie je het. Dat is het lijn B richting tot Hof van het Haven. Tot lijn B en C tot en met de Akkers en de Terp. D tot en met Rotterdam Centraal. En de Akkers. En lijn E tot en met daarna Centraal en Slinger. A tot ja. Eigenlijk niet tot Vlaardingen West, eerst was dat zo. Nu rijdt gewoon A richting tot Zeelandse Trim en Binnenhof. En hier, wat zeg je? Hier, als het goed zeg, hier zie ik een seizoen tot en met. Dat is voor de lijn F. Hier komt lijn F, krijg je een seizoen tot en met Rotterdam Centraal. En wat nog meer? En dit plekje wat ik nu ga wijzen, dit is de spoor voor de trein. Die gaat, daar komt lijn H en G, de nieuwste metrolijn. Dan loopt die zo, langs het Centraal en dan gaat die zo tot de Naar Centraal. Kijk, hier staat het. Dus dat wordt de nieuwste metrolijn. Rotterdam, regio, Parkweg, Toezelaan, Vijslezen, Pernisch en het Tussenwater. Dus zeg maar, die Tussenwater komt elke metrolijn aan de kant. Eentje van Rotterdam Centraal en eentje van de Terp. Ja. Dat is nieuw mensen. Ja, wat spannend. Even, dan gaan ze. Proefrit doen. Testrit, noem je dat proefrit van een testrit. En dan kijken wat gaat. Ja, ik denk wat lang gaat duren. Dat sowieso wel. Gaat wel denk ik wel lang duren voor de proefrit. En dan gaan ze openen voor de nieuwe station, wordt nog Zuid. En dan ja, dat is. Dan gaat de lijn D richting Slinger. Slinger. Ooit
Japanse tram. Zo. De camera hangen de camera's voor de beelden. Hier het veldje. Boven heb je die kamer. Daarboven, zie je de boven mensen? Daarboven precies. En dat daar is de deur. Dat is van de ingang om naar boven te gaan. Dus die, deze deur gaat naar boven en die deur ook. Die twee deuren gaan naar boven samen. Dat dus. Mooie, die ding dan gaat naar boven. Zwemmen dus trap of ik denk een trap en een roltrap, ja, denk het wel. Er komt een meter aan. Ik zie wissels. Aan de tunnel van daar zo hoor ik een wissel. Komt er eentje aan. Dicht in de akkers. Eentje laag doen. Ik ga het op die shine nu ook zo licht zijn. Gaat die in het rood? Ja, dan gaat die rood. Correct. Rood. Oh ja, mensen, check mijn hele volgens mij video van. Oh. De lijn 1 is de slinger. Lijn 1 is de slinger. Ons dat wil. Oh, zal ik wat vertellen, mensen? Ik ben ooit met deze metro geweest. Ik moest van de machinist van de metro. Mocht ik in de cabine. Dus je kan mij die video checken. Die zit in de online. Die heb ik geplaatst op YouTube. Kan je die kijken? Ik dacht, ja, ik heb gewoon een toestemming voor gevraagd. Morgen heeft hij gewoon deur opgelaten voor mij. Dus bij deze en bij andere meter was dat ook zo. Had ik ook twee keer cabine van de meter gezeten. Gewoon Rotterdam Centraal tot met stadhuis. Zo vet. Ik gewoon mee gunnen, maar bij de trein mag het sowieso niet. Bij de trein mag het niet om te filmen. Meterrijden en te filmen, nee, dat denk ik niet. Ja, mensen. Ja, dit is de metro. Ja, dan gaat deze lijn E echt in de schim. Eentje door. Zie je door het raam? Ja, ik zit eentje door het raam. Even kijken, ik kan jullie. Dat is in het interieur van de metro. Zal ik het ervoor in gaan? Dit is de interieur van de metro. Hier staat eindbestemming en volgende station en tijd. En een metrostel. Dat staat 53-52. Dat is deze metro. Dat is dat ding. Daarboven zie je camera. Stoel. Zo, dat is. Hou je hier uit? Kom hier bij deze spoor. Zo. Ik ben hier de laatste trouw. Gaan we hier erin? Dit is de deur voor de cabine. Oké, okay, hier heb je ook hier de kaartje. De regio. Tot dan. Online.
Putain, t'as imaginé? Il nous rend tout terug, weet hij. Hij zei nee. Eerst keer nog. Hij zei even zo. Spring of zoiets. Weet je ook niet wat. Wat gaat hij mee zoeken? Naast hem wel. Mensen, ik wil jullie echt bedanken voor het kijken van deze video. Had je genoten? Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op belletje. Dan zie ik je bij de volgende video. Met een video. En ja, ik ga de rest even gewoon voor een korte video van maken. Gewoon een lekker korte video. Wat vertrek. Zoiets. Dan doe ik uit gewoon ja, een korte video. En dan deze video ga ik plannen. Komt die mocht online. Om 12 uur. Ben je nog niet geabonneerd, dan abonneer dan even. En dan kun je gewoon op het belletje drukken. En dan krijg ik gewoon een melding van mijn PM. Ben ik dan PM gegaan. 12 uur. Kun je gewoon lekker alles in de chat zeggen. Ja mensen, ik wens nog hele nog fijn weekend mensen. Kijkers. Dus ik kan zeggen tot later.